je erin rijdt. We hebben een super chille zondag. Met lezen op de bank. Beetje fietsen. Borreltje doen. Nu naar de speeltuin. Het is bizar. Er is gewoon helemaal niemand. Dus de speeltuin is leeg. Maar misschien komt dat ook omdat het 6 uur is nu op zondagavond. Dus de meeste mensen zullen wel thuis zitten. Eten. Oké, vandaag is het maandag. Goedemorgen. Iedere week beginnen Melanie en ik met, hoe laat is het nu? 10 uur, ja. Iedere week beginnen Melanie en ik met zo'n een uur tot anderhalf uur met wat is er vorige week allemaal gebeurd? Wat gaan we deze week doen? Wat heeft prioriteit? Welke dingen zijn klaar? Zodat we altijd scherp blijven. Dat is dus super vet, hè? Er is gewoon een klant die heeft zichzelf aangemeld via de website. Heeft zelf haar gegevens ingevuld, logo geüpload. Is meegegaan met de push van de afgelopen keer. Dus die heeft ook een kant-en-klare nieuwsbrief gekregen. En die zit nu via de vanuit onze applicatie of via de website. Dat kan ik trouwens zien. Ja, zij is dus ingelogd in onze software en zit vanaf daar met ons te chatten, waarvan de berichten in onze Slack binnenkomen, zodat we gelijk antwoord kunnen geven op wat ze allemaal vraagt. En ze heeft allerlei leuke feedback over hoe ze dat graag zou willen kunnen zoeken, wat ze van onze dienst vindt. En dat is echt heel erg cool. Dus het is briljant. Iemand dus je eigen product gebruikt en er enthousiast over is en nog positief feedback geeft ook. Dus leuke dingen. Ik kom net terug van een briljante avond van de Utrechtse Communicatiekring, de UCK. En daar heb ik heel veel bijgeleerd over Facebook, Instagram en Snapchat. En vooral die laatste, Snapchat, dat is zo'n social platform waar ik eigenlijk al heel lang een account heb. En nog geen 5 keer iets op gepost heb, denk ik. Omdat er gewoon niemand op zit. Maar het is fascinerend om te zien hoe dat werkt. En ook hoe je daarmee om moet gaan met advertising. En op welke manier je je doelgroep kunt benaderen op de verschillende kanalen. Want Facebook, Instagram en Snapchat werken echt compleet anders. En iedere doelgroep, zeg maar qua leeftijd en qua type gebruiker, zit op andere platforms. En die kun je dus ook op een andere manier benaderen. Want sommige mensen vinden het een interessant en anderen vinden het andere interessant. Vandaag zijn Melanie en ik op stap naar iets voorbij Arnhem. Want we hebben weer een leveranciersafspraak. En dat gaat goed. Dus al het derde contact deze week. En het is echt heel fijn. Al die contacten die we hebben en waarmee we nu kunnen afspreken om verder te komen met ons bedrijf. Weet je wat nou het leuke is aan zo vroeg opstaan? Ik was gewoon een kwartier te vroeg op het station. Dus ik heb alle tijd voor koffie. Ik mag nog niet eens inchecken met mijn dalurenkaart. En dat geeft wel een stukje rust zo. Cappuccino overleg. Ja, klets maar. Nou, vrijdagmiddag. En we hebben afgelopen week een... Ik heb een muntje in mijn mond, wacht even. Slordig, hè? Ja. Zo slordig. Ja, dat is goed. Dat is een goeie? Ja. Wordt er nog iets bij van Klein Weekend?